En de Lions Club Ready heeft vanmorgen 2 projecten uitgevoerd op de openbare school 2 te Sunny Point. Naast de overdracht van de gerenoveerde toilettengroep heeft de club een aantal bomen geplant en 2 containers geschonken aan de school. Het doel van deze projecten is de leerlingen en leerkrachten bewust te maken hoe om te gaan met het milieu. Alma Yonisi, schoolleider van openbare school 2 Sunny Point, vindt het geweldig dat de Lions Club de toilettengroep heeft gerenoveerd. Volgens haar kunnen leerlingen in een schoon milieu beter presteren. Die toiletten maken ook deel van het heel school gebeuren. En dat moet ook netjes zijn. En dat hebben die mensen van Paramaribo Ready ingezien. Dus ze hebben ons geholpen om die toilettengroepen te renoveren. En dat vinden we bijzonder. Yonisi geeft verder aan dat OS Sunny Point eerst een MULO-school was. Omdat de buurt kinderrijk is, heeft het bureau basisonderwijs haar gevraagd schoolleider te worden van de basisschool Sunny Point. Na 3 jaar heeft ze gemerkt dat de kinderen vorderingen maken, ondanks zij uit een milieu komen waarbij Nederlands de tweede taal is. Volgens Marion Darson, commissievoorzitter Renovatie Toilettengroep, was er een noodzaak om dit project uit te voeren. Samen met andere commissieleden hebben we dan dit project uitgevoerd. Dus ik ben vandaag helemaal in mijn sas, om het even zo te zeggen, dat ik echt iets voor de school heb kunnen doen. In verband met, hun zoveel jaren bestaan van klagen bij onderwijs. Maar er kwam niets terecht. Dus en wij van de Lions, we krijgen geld uit de gemeenschap. En dat geld moeten we dan teruggeven aan de gemeenschap. Hallo, Marion Darson, voorzitter van de commissie Renovatie Toilettengroep OS2 te Sunny Point. De Lions Club Ready heeft vanmorgen de gerenoveerde toilettengroep overgedragen aan de school. Darson hoopt dat haar club in het volgende zittingsjaar de aanschaf van een bibliotheek kan realiseren.